In deze serie van Doorzaam gaan we langs bij uitzendorganisaties die hebben meegedaan aan het traject Duurzame Uitzendkracht. Hoe zetten deze bedrijven duurzame inzetbaarheid in bij hun organisatie en wat hebben ze eraan gehad? Ja, mijn visie en ook de visie die we ook als bedrijf hebben geformuleerd is dat wij eigenlijk geloven in een arbeidsmarkt waar iedereen ertoe doet. Iedereen heeft talent en laten we dat talent zo goed mogelijk inzetten. Ik ben begonnen met studeren ooit, tegen best wel wat muren opgelopen. En zo ben ik callcenterleven terechtgekomen. Na een jaartje of 5, 6 toch maar besloten dat niet is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Zo ben ik opnieuw gaan studeren, bij Actief terechtgekomen om eigenlijk ondersteunend wat te verdienen als bijbaan naast mijn studie. Op een gegeven moment veranderde mijn privésituatie, namelijk mijn partner die op dat moment kostwinner was, viel weg, kwam thuis te zitten, waardoor ik kostwinner ben geworden. Dat was voor mij ook eigenlijk het moment dat ik besloot om mijn studie niet voor te zetten. We hebben heel lang gezeten. Uit dat gesprek kwam er boven dat ik ten eerste meer kon werken, gelukkig. En ten tweede dat er ook voor mij een soort van uitzicht wel was om verder te gaan naast mijn pad om te studeren, wat er niet meer in zat. Dat is wat het uitzendbureau mij heeft geboden, een nieuwe blik.